Plan van aanpak. Deze video is onderdeel van een serie over projectmanagement. De video's zijn eveneens goed te gebruiken bij mijn boek Projectmanagement en bij mijn boek P6-methode. Deze video geeft een overzicht van het plan van aanpak. Het plan van aanpak is voor het projectteam het werkdocument om een project uit te voeren. Het is tevens een soort contract of afspraak tussen de opdrachtgever en de projectmanager. Maar wat staat er in zo'n plan van aanpak? Een plan van aanpak wordt gemaakt tijdens het project. Als je de P6-methode gebruikt, dan is het zo dat het plan van aanpak gemaakt wordt in fase 3. Of in projectstap 3, hoe je het ook noemen wilt. Je ziet voorbereiden, opstarten, inrichten van het project en in stap 3 maak je het plan van aanpak. Als je dat wat meer in detail bekijkt, de P6-methode wat meer in detail bekijkt, dan zie je dat eerst stap 1 opstarten plaatsvindt en dan heb je het inrichten van het project. En bij het inrichten moet je je voorstellen dat het projectteam wordt ingericht. Dus er wordt een projectteam ingesteld, worden mensen geworven om dat te doen en die mensen maken samen dat plan van aanpak. Dat plan van aanpak dat gaat over het hele vervolg van het project. Dus dat is een soort werkdocument en een soort afspraak tussen de opdrachtgever en het projectteam over de te volgen weg, maar ook over het op te leveren resultaat van het project. Het is een uitgebreid document waarin alles wordt beschreven wat met het project te maken heeft. Nou, wat zit er dan in dat plan van aanpak? Welke hoofdstukken komen daar dan in voor? Nou, je moet kijken naar de achtergronden. Projectresultaat wordt besproken, projectactiviteiten, tussenresultaten enzovoort tot en met het risico. Dus het plan van aanpak is een nogmaals degelijk document waarin het project van begin tot eind, vanaf zeg maar de inrichting tot het uitvoeren en het opleveren, wordt beschreven. Nou, als je nou kijkt naar wat voor soort informatie staat er dan in zo'n plan van aanpak, dan begin je nu met te vertellen over de achtergronden. Even voor de goede orde, de indeling van het plan van aanpak is niet per definitie ook de volgorde waarin je het plan van aanpak schrijft. Over het algemeen zul je de achtergronden van het project bijvoorbeeld pas aan het eind schrijven als je de rest hebt uitgezocht. Maar goed, de logische volgorde van het plan van aanpak zelf, de manier waarop je het wilt schrijven, is hier geschetst. Je begint met de achtergronden te beschrijven. En dat vertelt iets van waar en in welke omgeving speelt het project zich af. Het geeft als het ware een soort basisinformatie om de rest van het plan van aanpak goed te kunnen begrijpen. Er staan dingen in als wie is de opdrachtgever, hoe ziet het bedrijf van de opdrachtgever eruit, wat is de aanleiding van het project en dergelijke. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan het projectresultaat. Het project is bedoeld om een projectresultaat op te leveren. Een resultaat wat door de opdrachtgever gewenst wordt. En je begint te vertellen waarom het project wordt uitgevoerd. Dus wat beoog je met het project? Wat is het doel van het project? Welke eisen stellen we aan het projectresultaat? En wat is globaal het projectresultaat? Dus hoe ziet dat eruit? Een voorbeeld is waarom doen we het project? Is je bouwt een huis. En we doen dat omdat we graag prettig willen wonen. En welke eisen stellen we aan dit huis en hoe ziet dat huis er globaal uit? Dus het projectresultaat is het huis en de doelstelling is het prettig wonen van degene die opdracht geeft tot het huis. Nou, dan ga je vervolgens kijken van welke projectactiviteiten moeten er uitgevoerd worden om dat projectresultaat op te leveren. Dat zijn bijvoorbeeld bij dat huis alle bouwactiviteiten die een rol spelen. Grondwerkzaamheden, het dak wat er misschien opgezet, gelegd moet worden, de verfwerkzaamheden enzovoort. Om duidelijk te maken wat er allemaal aan tussenresultaten wordt opgeleverd en het ook meetbaar te maken zo'n project, geef je een beschrijving van deze tussenresultaten. Dus de producten, tussenproducten die opgeleverd worden. Dus bij een huis kun je iets zeggen over muren en dergelijke en misschien over allerlei andere zaken die je daarbij oplevert. Nou, vervolgens ga je iets zeggen in het plan van aanpak over de kwaliteit van die tussenresultaten. Dus hoe zien die tussenresultaten eruit en op welke manier waarborg je dat die
die tussenresultaten van voldoende kwaliteit zijn. En waarom moet dat? Nou, je wilt uiteindelijk een projectresultaat hebben, een eindresultaat hebben van het project, een huis in dit geval, hè, wat ik als voorbeeld even noemde, wat kwalitatief goed in elkaar zit. Maar de kwaliteit van het huis kun je pas bepalen als het huis af is. Als je er nou voor zorgt dat de tussenresultaten, de muren, de deuren, de ramen en dergelijke van goede kwaliteit zijn, goed aan elkaar worden gemaakt en goed in elkaar worden gezet, dan is de kans dat je een projectresultaat uiteindelijk krijgt dat goed is, die is een stuk groter geworden. Dus je gaat het hebben over de kwaliteit van de tussenresultaten, maar uiteindelijk over de kwaliteit van het projectresultaat. Dan zeg je iets over de projectorganisatie. Je gaat dus een bespreking geven van, of een beschrijving geven van, wie doet er aan het project mee? Wie is de opdrachtgever? Geef naam en functie en dergelijke. Wie is de projectmanager? Wie zijn de projectleden? Wat is hun beschikbaarheid en dergelijke? Dus op welke manier ga je als projectteam samenwerken? Ook samenwerken met opdrachtgever en andere partijen. Dus het kunnen ook een beschrijving kan dat zijn van bijvoorbeeld andere stakeholders, mensen die buiten jouw projectteam zijn, die van belang zijn waar je iets over moet zeggen. Nou, als je dat allemaal weet, dus je hebt de mensen, je weet welke mensen je nodig hebt, je weet welke tussenresultaten er zijn, je weet welke projectactiviteiten er moeten worden uitgevoerd, dan kun je een planning maken. Dan kun je de dingen in de tijd zetten. Dan kun je zeggen, dat moet dan, dat moet dan, dat moet Jantje, Pietje, Klaasje, Marietje moet dat uitvoeren, enzovoort. Nou, die tussenresultaten zijn daar als het ware een soort mijlpalen. Elke keer als een tussenresultaat klaar is, bijvoorbeeld alle muren staan of alle grondwerkzaamheden zijn klaar, die kun je vervolgens dan aftekenen van als zijnde gereed. Vervolgens ga je iets vertellen over de projectgrenzen. Dus welke dingen doe je wel in je project en welke dingen doe je niet in je project. En je moet dan bijvoorbeeld denken aan, nou, als je een huis bouwt, van, doe je het verven ook erbij of doet de klant dat zelf, hè? Doet de opdrachtgever dat zelf? Of wordt de tuin ook ingericht binnen dit project? Of wordt de bestrating opgeleverd tijdens dit project? Nou, wat je bij die projectgrenzen doet, is als je heel duidelijk van de twijfelgevallen ga je zeggen van oké, dit doen we nog net wel, maar dat doen we niet in dit project, als zijnde een soort waarschuwing voor de opdrachtgever, zich te realiseren dat hij dat dan op een andere manier moet regelen. Nou, als je dat allemaal gedaan hebt, hè, dus een hele zaakje heb je beschreven op de manier zoals ik net vertelde, dan kun je gaan uitrekenen wat zijn de kosten nou om dit project uit te voeren. Het kan best zijn dat de kosten te hoog zijn geworden door alles wat je wilt. En dan zul je misschien in onderhandeling moeten gaan met de opdrachtgever om bepaalde dingen misschien toch maar niet uit te voeren of later uit te voeren, omdat ze anders de kostenoverschrijding gaan geven. De baten van het project zijn zeg maar de financiële voordelen die je hebt van het project. Als je het over bijvoorbeeld een zakelijk project hebt, hè, je gaat er geld mee verdienen met het project. Maar de baten kunnen ook zijn prettig wonen. He, want dat was de doelstelling. Dus die baten die hebben te maken met de doelstelling van het project. Dus wat kost het project en wat levert het op? En als laatste hebben we het over de risico's. He, je wilt tijdens het project wil je de opdrachtgever waarschuwen voor. Denk erom, je bent nu met dit project bezig, maar denk om die risico's. He, even in het geval van een huis. Stel je voor dat je een deel van het huis gaat bouwen tijdens de winterperiode. Dan is het verstandig om de opdrachtgever te waarschuwen van denk erom, het kan best zijn dat we last krijgen van vorst en dat we dan een tijd niet kunnen werken. Of misschien dat je bepaalde hulpmiddelen, grondstoffen niet kunt krijgen om het huis te bouwen. Nou, dat zijn de risico's van het project. En als je dat allemaal hebt beschreven, en als je dat goed hebt beschreven en in het boek P6-methode en projectmanagement staat uitgebreid beschreven hoe je zo'n plan van aanpak moet opstellen, welke valkuilen daarin zitten. Als je dat goed hebt gedaan, dan is de kans dat jouw project een succes wordt, is een stuk groter geworden dan wanneer je zomaar begint. Dat was het plan van aanpak wat je in fase 3 van je project gaat uitvoeren.